Een aantal maanden geleden maakten jullie bekend dat Fresh Rotterdam over zou gaan naar Amsterdam, naar de Hortifair. Wat heeft er sindsdien allemaal plaatsgevonden? Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Om te beginnen moet je natuurlijk bekendmaken dat de beurs over is genomen. En is voor sommige mensen misschien een beetje onverwacht geweest. Dus daar moeten ook mensen toch even aan wennen. Ik krijg gelukkig heel veel positieve reacties. Na 2005 is er natuurlijk geen internationale vakbeurs voor de groente- en fruitsector in Nederland geweest. En dat was eigenlijk even prima zo. Maar ondertussen merk ik wel dat mensen zeggen van ja, ik ben blij dat er toch weer iets terug is. Dat we elkaar in Nederland kunnen spreken. En goed dat het samen is gegaan. Zeker bloemenplanten en voedingstuinbouw bij elkaar. Dat is een prima combinatie. En er zijn topbedrijven die hebben gezegd van ik wil erbij zijn. Het is nou één grote beurs voor de sector bij elkaar. Als je even kijkt naar de kassenbouwers, ja, die bouwen kassen voor Gerbera-telers. Maar ook voor tomatentelers. Dus die combinatie is prima. En er waren natuurlijk al verschillende exposanten die in het verleden aan de beurs in Rotterdam hebben deelgenomen. En dat ook al in Amsterdam doen. Denk aan Rijkswaan. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke partij om erbij te hebben. En die staan er ook weer. Dus dat is een mooie motivatie voor verschillende andere bedrijven om er ook bij te zijn weer. Over een paar maanden is het zover. Wat zijn nog zaken waarvan je zegt van nou, daar moeten we de komende tijd nog flink mee aan de slag? De afgelopen maanden is natuurlijk een hoop gebeurd in de sector. Kijk even naar de EHEC-bacterie die toch een hoop schade heeft toegebrokkend. Heeft ertoe geleid dat een aantal partijen zoals Rabobank en Hortifair zelf hebben gezegd van we moeten de telers en de telersverenigingen toch ook helpen. Dus we hebben een initiatief genomen gezamenlijk om een paviljoen voor telersverenigingen neer te zetten. Nou, ik ben blij dat Frescue sowieso heeft ingeschreven en ook Vers Direct is erbij. En we zijn met verschillende andere telersverenigingen in gesprek om de paviljoen te gaan vullen. Dus dat is een van de punten waar we mee bezig zijn op dit moment. De eerste keer in de nieuwe vorm, in de nieuwe setting. Spannend? Altijd spannend. Wat mij betreft, ik ben accountmanager, dus mag ik de beursvloer vullen. Maar daarna komen de bezoekers. We hebben toch een hoop bezoekers in gedachten. En dat is altijd spannend als de beurs open gaat. En sowieso ook om te zien als het opgebouwd gaat worden. Wat de exposanten, want die zullen toch ook zelf moeten gaan doen wat ze allemaal neer gaan zetten. En wat voor producten er komen te liggen. En hoe de sfeer in het algemeen is. Ik denk goed. De tekenen zijn goed in ieder geval.